Het jongerenkoor Arise onder leiding van Wolfried Kaper en Jos Mulder op piano. Het orgel wordt bespeeld door Klaas-Jan Mulder. De tekst kunt u volgen via teletekstpagina 399 en de liederen worden normaal ondertiteld. Goedemiddag, zusters en broeders, meisjes en jongens en allen die met ons meeluisteren en meekijken vanmiddag. Laten we nu onze harten tot de Heere verheffen. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Door de Heilige Geest. Amen. Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord. We zingen uit gezang 326, de verzen 1, 2 en 5. MUZIEK
Met de kracht van alle eeuwen willen we nu ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen daarop uit Psalm 27, het 7e vers. Ieder spreken met mij in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Bidden wij de Heere nu om zijn zegen over deze dienst. Heere, onze God, trouwe Vader in de hemel, dank u wel dat we hier bijeen mogen zijn in deze kerk om naar uw woord te luisteren, naar uw evangelie. Wij hier samen in de kerk als gemeente van u in Kampen, met allen die met ons meeluisteren en meebidden willen. Nu wij dan klaarstaan om dit evangeliewoord van u te openen, bidden wij u oprecht, neem ons in uw genade en liefde op en vergeef ons onze zonden en leid ons door uw Heilige Geest, zodat vooral ik als voorganger echt uw woord door mag geven, zodat wij allen, hier en voor de tv, met verlichte ogen en harten uw woorden aannemen. Uw uitnodiging om vandaag in te gaan tot uw koninkrijk en behouden te worden. Ook uw waarschuwing dat het eens te laat zal zijn. Wij vragen het u in de heerlijke naam van onze redder en verlosser, Jezus Christus. Amen. Wij lezen nu uit de Heilige Schrift het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 13, de verzen 22 tot 30. En na deze schriftlezing zingen wij uit Psalm 119, verzen 12 en 13. Lucas 13, vers 22. En hij trok verder langs steden en dorpen, predikende en reizende naar Jeruzalem. En iemand zeide tot hem, Heere, zijn het weinigen die behouden worden? Hij zeide tot hen,
Strijd om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen. Van het ogenblik af dat de Heer des Huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft, zult gij beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik weet niet van waar gij zijt. Dan zult gij beginnen te zeggen: Wij hebben voor uw ogen gegeten en gedronken, en in onze straten hebt gij geleerd. En hij zal tot u spreken, zeggende: Ik weet niet van waar gij zijt. Gaat weg van mij, alle gij werkers der ongerechtigheid. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars, wanneer gij Abraham en Isaac en Jacob zult zien, en al de profeten in het koninkrijk Gods, maar uzelf buiten geworpen. En zij zullen komen van oost en west en van noord en zuid, en zullen aanliggen in het koninkrijk Gods. En zie, er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn. Wie worden behouden? Ik predik u vanmiddag het woord van de Heere uit het gelezen Bijbelgedeelte van Lucas 13. En dan vooral de versen 23, 24 en 25. Daar staat: En iemand zeide tot hem: Heere, zijn het weinigen die behouden worden? Hij zeide tot hen: Strijd om in te gaan door de enge poort. Want velen, zeg ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen. Van het ogenblik af dat de Heer des Huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft, zult gij beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggend: Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik weet niet van waar gij zijt. Zusters, broeders, meisjes, jongens, u en jullie allemaal die meeluistert, wie worden behouden? We hebben te maken in dit Bijbelgedeelte met de vraag
van een man. Zomaar iemand uit de mensen die naar Jezus stonden te luisteren. Deze vraag, heren, zijn het weinigen die behouden worden, vers 23. Dan volgt het antwoord van Jezus daarop, vers 24. Strijdt u allemaal toch om in te gaan door de enge poort? En dan is daar ook nog vers 25, een waarschuwing. Eens is het te laat als de Heer des huizes is opgestaan en de deur op slot gedaan heeft. Een vraag, een bevel als antwoord en een waarschuwing. Dat is het hele verhaal waar ik in deze dienst met u bij stil wil staan. En waarvan ik echt denk dat we er, wie we ook zijn en om welke reden we ook zijn gaan luisteren, veel aan mogen hebben. Een vraag eerst. Daar komt die verder onbekende man met zijn vraag bij Jezus. Deze vraag, Heer, zijn het weinigen die behouden worden, die gered worden, die ervoor bestemd zijn om gelukkig te leven, bevrijd van zonde en onrecht, in vrede en vrijheid te leven nu en voor altijd. Zijn het weinigen? Ja, daar valt de nadruk op bij hem. En zijn bedoeling is duidelijk deze, het zullen er toch wel niet veel zijn, maar enkelen slechts. Hoe komt die man erbij het zo te stellen? Nou, ik denk echt wel dat hij juist van Jezus deze informatie wil hebben. Is het met het plan van God, hoe is het met het plan van God om mensen te behouden? Welke selectie past hij dan toe waar jij aan moet voldoen? Het is de vraag van hoog tot laag onder het godsvolk uit die tijd. Wat moet ik doen om behouden te worden? Nou, volgens die norm van God zullen er toch maar weinigen in aanmerking komen. Niet waar, Heere Jezus? Dat is de vraag van die man toen. Bovendien, voor zijn ogen zag hij dit toch ook gebeuren. Heel wat mensen hingen aan Jezus' lippen, zeker. Volgden hem ook, althans een tijd lang. Vaak waren ze zelfs diep getroffen, maar toch bleef er steeds maar een heel klein clubje over. Nou, dat vliegt hem naar de keel. Dat dringt hem tot die benauwde vraag, waarin die diepe twijfel ook juist om zijn eigen behoud ligt opgesloten. Zijn er weinigen, heren? Dat is net zo als het vandaag nog ons naar de keel kan vliegen. Als we erop letten wat er terechtkomt van het evangelie van Jezus Christus. Hoeveelen nemen dat aan? Wie weten zich nou door hem gered en leven dat nieuwe leven van Gods kinderen en zijn op weg naar het eeuwige leven? Hoeveelen? Velen? Ja, eens, hier in Nederland en in Kampen, in West-Europa, eens vele christenen. God werd gediend in grote getalen door onze vaderen. Zeer velen lieten zich redden door Jezus Christus en zij bekeerden zich. Het koninkrijk Gods kende hier zijn vele onderdanen. Maar wees nuchter. Zie de realiteit van vandaag, dat is voorbij. Wie kan zich vandaag nou nog voor de oren van velen verstaanbaar maken met deze boodschap van het koninkrijk Gods? Met het evangelie van Jezus Christus, die redding en leven heeft tot stand gebracht en die dat vandaag uitdelen wil aan een ieder die het maar wil horen. Eerlijk, wat komt er vandaag nog van terecht? Daar zijn de
ontelbaren buiten de kerken die zich niets aantrekken van de enige redder Jezus. Maar evengoed, helaas, daar zijn toch de velen, ook binnen de christelijke kerken, die in hun bestaan van elke dag hem niet volgen. En die niet leven, misschien zelfs niet willen leven, als verlosten met een nieuw leven. Vliegt dat u, vliegt dat jou niet naar de keel? Dat doet je twijfelen. Zeg maar eerlijk, zal dan de geschiedenis van de mensen op aarde zo aflopen? Verreweg het grootste deel verloren en maar een heel klein deel gered? Kijk, we hebben allen wel gehoord van Jezus, die in de wereld is gekomen tot redding. Maar de loop der geschiedenis laat het vandaag de dag heel duidelijk zien. Jezus is dan eigenlijk maar gekomen voor een paar mensen. Je zou het zeggen. En dan het antwoord. Heel merkwaardig. Het antwoord van Jezus is niet een regelrecht antwoord op de vraag zelf van deze onrustige, onzekere man. Maar het is een bevel. Je kunt ook zeggen, het is een krachtige uitnodiging. En dat dan niet aan die man alleen, maar aan allen die daar naar Jezus staan te luisteren, de hele schaar. Aan hen dit bevel, letterlijk. Strijd jullie allemaal om in te gaan door de enge poort. Jezus zegt daarmee, je vraagt daar iets dat een brandend probleem is voor jou. En voor vele mensen telkens weer een brandend probleem. Toch houdt hij je bezig met iets wat je helemaal niet aangaat. Waar je helemaal geen antwoord op hoeft te hebben. Wat vraag je me daar nu? Hoe de geschiedenis van de mensen verloopt? Getalsmatig? Hoeveel aan deze en hoeveel aan die kant van de poort staan? Hoeveel mensen, of liever hoe weinig personen behouden worden? En hoeveel er verloren gaan? Ach, waar top je toch over? Luister nou eens naar mij. Daarover tobben leid je af van dat onderwerp dat de genadige God, die wil dat alle mensen behouden worden, aan jullie allemaal welgemeend opgeeft. Weet het en twijfel toch niet waar het God om te doen is. Gelooft hem, het is hem te doen om het behoud van u allen. Jouw eigen redding. En daarom zegt de Heer Jezus, allen die mijn woord gehoord hebt en op dit moment hoort, draai er nu toch niet omheen. En doe niet alsof het onduidelijk is en onzeker wat God wil. Strijd nou toch zelf om in te gaan door de enge poort. Dat vraag ik van u. Dat mag u. Velen. Dat is mijn liefdevolle gebod. Strijd maar om in te gaan. Gemeente, moeilijk. Toch? Te moeilijk. Ik denk dat voor ons mensen het moeilijke altijd daarin ligt, steeds weer. Ik moet wel zeggen, ons leven lang, dat het zo duidelijk is. En eenvoudig en makkelijk. Dat we namelijk behouden mogen worden. Dat een ander dat doen wil. De ander. Hij die hier dit bevel geeft, Jezus Christus, die jouw redder en verlosser wil zijn. Hij geeft dit ruime bevel. Strijd om in te gaan. Strijd. Ja, inderdaad. Dat vraagt dus wel de volle inzet. Dat ligt ook in het woord dat hij gebruikt. Opgesloten.
strijden staat er eigenlijk op leven en dood. De volle inzet, dat is je helemaal aan hem overgeven. Het is komen zoals je bent. Een enge poort, een nauwe poort. Nog nauwer, veel nauwer dan hier de broederpoort. Daar kun je alleen maar heel persoonlijk zelf alleen door. Niet gedekt en geholpen door een ander. Door de mening van een ander. Misschien zelfs er tegenin. En zonder de bagage van je eigen verdiensten. Jezus heeft zelf de toegang voor je geopend. Voor je ontsloten. En daarom mensen, wie je ook bent. Wat je ook gedaan hebt. Kom in vol vertrouwen op hem. Gedekt door zijn gerechtigheid. Oh, uit deze woorden, ik weet niet of u het hoort of je het hoort. Maar uit deze woorden van Jezus komt zo duidelijk naar voren. Hij kent ons allemaal heel goed. Heel goed, niet waar wij. Van die grote mensen. Met ieder zijn eigen waardigheid. Vaak, al te vaak, hoogmoedig. Moeten wij dan helemaal geholpen worden? En kunnen we, hoeven we niets van onszelf meenemen, die poort door? Nee. Nee, zegt ons dan, de enige heiland der wereld. Dat alles, dat moet je verliezen. Eigen leven moet je verliezen. Dat is de strijd. Je eigen lege handen in geloof en liefde uitstrekken naar hem. En leggen in zijn handen die om jouw zonden doorboord zijn. Dan zul je het leven vinden en ingaan door de poort zijn koninkrijk binnen. Dat is de strijd. Je leven lang, maar een gezegende strijd. Want wat een machtig bevel. Als je het opvolgt, dan ben je zelf door hem gevonden. Dan wil je ook maar één ding. Heb je maar één wens. Één strijd. Één gebed. Hij moet meerder. Ik moet minder worden. Laat hij het maar doen. Laat hij het maar zeggen. Ten slotte een waarschuwing. Wanneer de heiland dan verder zegt, velen zullen trachten in te gaan, maar het niet kunnen, echt, dan bedoelt hij niet. Er zullen mensen zijn die wel hun geluk, hun behoud zoeken bij mij, maar ze zullen niet ingaan, ze zullen niet binnenkomen, omdat het nou eenmaal niet mag. Of, griezelig gedacht, omdat ze nou eenmaal niet tot de geselecteerden behoren. Kijk, dat staat er nou net precies niet. Goddank niet. Laten we toch samen de genadige goede God goed verstaan. Er staat duidelijk, er zijn velen die alleen maar trachten of zoeken. Die ernaar verlangen en meer niet. Het gaat dus over die velen die wel zeker godsdienstig zijn. Misschien ook wel kerkelijk. Oh ja. De vele mensen die toch ook nog wel christelijk willen heten. En die door goede christelijke beginselen geïnspireerd willen optreden en werken in de samenleving. Die ook wel graag zoiets willen kennen en nastreven als vrede en veiligheid en een goede toekomst. Voor landen en volken zonder discriminatie. En die zich daar ook echt voor willen inzetten. Maar het blijft bij hen een verlangen naar het koninkrijk van Jezus en zijn gerechtigheid en zijn vrede. Misschien ook een onbestemd
verlangen naar het vaderhuis van God, naar het echte behoud, met al zijn geluk en vrede. Maar met zo'n verlangen strijd je niet de goede strijd. Kom je van de boeien van de zonde niet los, wil je de moeite van de zelfverloochening en vernedering en misschien minachting door anderen niet verdragen. En daarom moet mijn vraag zijn, wat doet u? Wat doe jij vandaag? Behoren wij tot die mensen die alleen maar een verlangen, een strijd tegen anderen, die niet met ons onze weg willen gaan? Of? Uit dit duidelijke antwoord van de Heer Jezus weet u waar het op aankomt en waar het van afhangt. U, jij, krijgt van hem hier je leven. Eén doel, één uniek en heerlijk doel. Zijn uitnodiging, wereldwijd ingaan in zijn koninkrijk. Je overgeven aan hem en het je laten zeggen door hem. Je laten regeren door hem, de koning. Hij heeft zich vandaag nog opgesteld. Midden in ons leven en onze samenleving met zijn vele problemen. O, hoe zal het toch gaan met de velen, met onszelf, met onze kinderen. Weinigen worden behouden. O, Jezus stelt zich vandaag op, midden op de brede wegen van deze wereld. En hij roept met zijn bevel een halt toe aan u en jou en mij. Aan allen die op de brede straten van eigen mogelijkheden en opvattingen en plannen en genoegens en prestaties lopen. Halt op die weg. Want er is maar één weg. Één poort. Één deur. Ikzelf. Die deze poort openhoudt. En u wordt van ons alleen maar gevraagd en blijft gevraagd of we van harte bereid zijn alles op die ene kaart te zetten. Er met volle inzet voor te strijden. Dat is tegen onszelf. Vatten wij ernstig op wat Jezus ernstig met ons vandaag meent, dan strijden we. En we gaan binnen vandaag, doen we dat, u, jij. Want we kunnen tenslotte toch ook wel begrijpen, wat komt er bij deze machtige liefde van God en van de Heer Jezus meteen enorm op aan. Nu kan het nog, maar eens is het te laat. Dat is hier het alarm van de Heer Jezus. Hij zegt het niet, hij zegt niet alleen, mijn uren is nog niet gekomen, maar ook, het is mijn uren niet meer. En God is wel geduldig, maar het is wel de bedoeling dat wij het geduld van God gebruiken om nu dan ook strijdend binnen te gaan. Het is mijn uren niet meer. De heilstijd is voorbij. Dan heb je je kans, je heil, je behoud voorbij laten gaan. Is het misschien vandaag al zo in Nederland? Dat zal best bij u ook opkomen, als je erop let waar land en volk, waar samenleving en kerken en vele christenen zich mee bezighouden. Ik denk niet dat we aan die gedachte moeten toegeven. Het is nu al zover alsof wij het moment bepalen kunnen. Maar in ieder geval, hij zegt het, zijn hand is al aan de deur. Denken wij niet zoveel aan. Niet graag ook, denk ik. Wij denken altijd dat het nog wel onze tijd is. Om ook als christenen en kerken onder elkaar
met onze strijdvragen bezig te zijn en niet met dit duidelijke bevel dat ons moeite kost en pijn en strijd. Wij denken altijd dat het onze tijd is. En we weten die te vullen met wat wij goed vinden vandaag en fijn. En wat bereiken we ermee? Nou, dan is hier de waarschuwing van uw redder en heer. Denk erom, zo is het niet. Nog gaat hij, ook op dit moment, door zijn woord zegenend door uw midden om u te redden. Nog is de poort open. Wijd open, aan hem ligt het niet. Hij maakt geen beperkingen. Strijd maar om in te gaan. Geweldig, wat een redder. Nu mag u, nu mag jij de enge poort wijd open zien staan. Ik vraag u, nee, Jezus beveelt u, ga erdoor. Strijd om in te gaan. Laat dit woord van onze Heer en Heiland, die zijn bloed voor ons gegeven heeft, u allemaal genoeg zijn. Zo u zijn stem dan heden hoort, verhard u niet, maar laat u leiden door hem, door de nog openstaande enge poort heen, naar het eeuwig koninkrijk van vrede, heil en gerechtigheid. Amen. Ons antwoordlied, een gebed, is uit gezang 316, dat we samen, afwisselend met het koor, nu willen zingen. Thank you.
Laat ons danken en bidden. Heere God, dank u wel voor uw liefde. Die merkten we, die ging naar ons uit in dat bevel van de Heere Jezus en ook in zijn waarschuwing. Wij willen u hartelijk danken, Heere, voor uw geduld met ons, dat u nog met ons wilt doorgaan, hoewel we dat helemaal niet verdienen. Dank u wel, Heere, voor de Heere Jezus, uw Zoon, die u ons gezonden hebt, die voor ons heeft geleden en is gestorven, en die al onze bange vragen over wereld en kerk en eigen leven, wat komt ervan terecht, doorbreekt met dat heerlijke strijd om in te gaan. En kom dus allen tot mij en ik zal u rust geven. O Heer, wilt u door dit woord dat wij hoorden geven, dat we ons aan u gewonnen geven en aan de Heere Jezus. Dat we het hem in ons leven laten zeggen bij de voordeur. Elke dag of misschien ook voor het eerst. O, houd ons er dan bij vast. Wij kunnen immers niet zonder hem en zijn woord en zijn Heilige Geest. En laten wij alle hoogmoed en eigenwaarde afleggen en doe ons leven in strijd tegen dat eigenwijze ik van ons. Wij bidden u voor de goede gang van uw blijde boodschap de wereld door. Geef dat wij zelf met de bereidwilligheid van het evangelie niet met onze medemensen strijden, maar met hen strijden tegen alle zonde die nog in ons woont. Zegen het werk van de evangelisatie hier, in onze plaats, in ons hele land, daarbuiten. Zegen het werk van de zending. Zie in uw ontferming naar de volken om. En laat onder uw geduld nog aan strijd en oorlog, aan rampen en onheilen die wij mensen zelf over ons halen, een eind mogen komen. Doe uw koninkrijk komen van heil en gerechtigheid. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastig en maak ons trouw in het volgen van u en het verwachten van u. Amen. Als gemeente willen we nu zingen nog gezang 314. Gij die gelooft, verheugt u samen.
zullen wij ooit iets leren van het verleden. Tot slot van deze dienst zingt het koor voor ons: When will we ever learn our lessons from the past? Ontvang nu de zegen van de Heer en ga heen in vrede. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. In het kader van de Zendtijd voor Kerken hebt u gekeken naar een kerkdienst vanuit de Nieuwe Kerk, het kerkgebouw van de Nederlandse Gereformeerde Kerken in Kampen. De voorganger was dominee E. Zwarteveen, het orgel werd bespeeld door Klaas-Jan Mulder en Jos Mulder begeleidde op piano. Het jongerenkoor Arise stond onder leiding van Wolfried Kaper. Als u naar aanleiding van de dienst met de voorganger wilt praten, dan kan dat vanavond tussen 7 en 8:30 op nummer 05202-2125-9. U kunt ook schrijven. Richt dan uw brieven aan dominee Zwarteveen, Fernhoutstraat 35, 8266 EC Kampen.
U kunt de preek bestellen door 2 gulden over te maken op 60 60 00, ten name van Stichting Icon in Hilversum, onder vermelding van ZVK 27 9 92.